Dag vrienden van het Betere Stripverhaal. Je zit bij Pepper en de vinnige vlogger weer, hè, om een boekje te bespreken in een vlogje, mag als vlogje. En deze keer is het tweede deel van de uitgavers van kapitein Rob, getekend en geschreven door Peter, ja, geschreven en bedocht door Peter Kuhn. Vanaf 1945, na de oorlog is dat begonnen. En die werden dus terug allemaal uitgegeven in een prachtige uitgave, een oblong uitgave met harte kaften van de uitgeverij Personalia. En ik heb in het tweede boekje, want het eerste heb ik al besproken, hè, van de avonturen van het zeilschip De Vrijheid. Later is dat veranderd in de naam gewoon kapitein Rob, hè, na een paar boekjes. En het tweede is al direct een boekenroep. Het eerste was toen nog wel een inkomer, maar het tweede boek is Het Scheepsjournaal van Pier de Schomer. En gezeten aan die zijn kop, dat beluift niet veel goeds. Hè. Dat is eigenlijk een piraat. Alleen een zeerover in die taal. Nog, hè. Onze vriend Peter Kuhn, daar ga ik niet veel meer over zeggen, want dat moet het eerst nog eens terugzien, hè, dat ik daar eens van gemokt heb. Maar die was eigenlijk in 1945 begonnen met kapitein Rob. En daarvoor deed hij zo wat boekillustraties en zo. Hè. Nou, in Holland was dat wel, ja, als je die, als je, ik ga het even een case laten zien. Hè. Als je zijn boeken, als je zijn tekeningen ziet, dat de vorige keer moet je ook laten zien, ja, dan kun je de invloed van een Hal Foster bijvoorbeeld, hè, niet wegsteken. Hè. Ook van Milton Caniff, hè, die van Tarry and the Pirates, trouwens ook een soort van maritieme strip, zoals ze dat zo schoon, of een nautische strip, zoals ze dat zo schoon willen noemen. En Prins Valiant van Hal Foster en Menda Milton Caniff, dat moet ik wat dichter zetten. En dan die Tarry and the Pirates, hè, dat zijn natuurlijk wel twee zaken waar je de stijl kunt herkennen in ook bij kapitein Rob. Het is een beetje in die stijl geschreven. Waar verschijnt dat nou in? Dat verschijnt dus in het Parool. He, zo elke dag een strip, elke dag zo een dingetje. Gelijk als je deze ziet. Die werden ook duigenummerd trouwens. He. Dat heb ik de werk ook al gezegd. He. Die werden zo duigenummerd vanaf het eerste dat hem geschreven heeft tot later, want hij is al 170, zie je, deze dingen. Dus elke dag in Parool kwam er dus zo een in dingetje, in strippenkap. Dat was voor de tijd dat die nautische strips opkwamen. Hè. Gaat bijvoorbeeld het Lesteneus, die hadden het Lesteneus in België, van Hans Kressen, ook een Hollander, Erik de Noorman, ik moet hem misschien een keer op mijn blad zeggen, want alles. En dan hadden we ook nog Kappie, kapitein Kappie, kende die? Dat is die van Maarten Teunder, hè? Ook wat meer nautische strips. Dat waren de eerste naoorlogse strips die aan het opkomen waren. Hè? Nou, iets meer over het boekje zelf, ik zeg het, want over de rest heb ik al veel verteld. Onze vriend Peter Kuhn, die hield ervan om accuraat te tekenen. En dat wil dus zeggen, als je even van de bladzijde 21, denk ik, of 23, bladzijde 26, ja, ze kunnen blijven praten. Zie je die school? En die mannen die zitten hier op dat schip, en die moeten dus dat schip doen veranderen van koers, zie je het? En die hebben dus zo aan een stok zijn die aan het trooien, aan het trekken, hè. En wel, dat is een kolderstok, dat doet dan. Ik heb er nog iets wat geleerd uit die boeken. Dat is dus een kolderstok. Wacht, ik moet zien dat dat allemaal goed is. Ik neem alles in één keer op. Dat meent dat soms niet zo gemakkelijk is. Die kolderstok, dat was allemaal goed en wel. Maar in het eerste ding in de krantenstrip stond dat er zo in. Zie je dat? Met een stuurwiel. Bestond nog niet in die taart. Dus uit onze vriend Peter Kuhn dat terug. Veranderd, hè. Nou, dat we dat toch aan zijn, is, er is ook altijd een nawoord aan. Dus je kunt er altijd nog iets tot leren. Hè. Dus eerst dat bijvoorbeeld iets over die kolderstok, maar ook over niemand minder dan werkman. Hè, werkman. De werkman, Evert Werkman, dat was eigenlijk diegene dat zo wat teksten schreef, maar de verhalen werden wel bedocht door Peter Kuhn. Ja, die leegaf, dat gaf hem niet uit. Maar die heeft ook van alles gedaan. Die werkman, daar staat een heel deel van in. Je moet dat maar een keer lezen. Over wat gaat dat nou? Wel, onze vriend, het is nogal raar begin, vind ik. Rob zit dus op zijn boot en dat vergaat ergens een schip. Een vlieger. Zie je het? En dan vangt die twee piloten op. En dan komt dan een dokboot voorbij. Dan zet die piloten daarop, op die dokboot. En
Ja, dan begint eigenlijk maar eigenlijk het eerst dat verhaal. Want ja, moet dat vriend mee? En die mannen, ja, die moeten dan even in een boot slapen ook. Allee, ja, goh, ze drinken een goede pot, zei dat. Hè? Ja, dan gelijk een goede zeeman betaamt. Ze zijn weg met alle dingen, met alle zout, met alle onderzeer. En dan begint onze vriend Rob te lezen in een scheepsjournaal dat hem nog heeft. He, dat begint dat gewoon in te lezen. En in dat scheepsjournaal, dat is dus het scheepsjournaal van die zeerover. Het eerste dat hem daarin zei, dat is dat dus de Hollanders eigenlijk die zeerover willen aanpakken. En die Hollander dat dat wil doen, die niet, Robert Jansson van Ippendam. En dat past natuurlijk dat dat een vuurvader van hem is. He. Maar, goh, ja, het gaat dus over die slechte, hè. Die Pierre de Schomer, en die dat dus op zijn Argonaut, want zo heet die boot, de zee onveilig maakt. En dat begint met tegen de Spanjaarden te vechten. Nee, die Spanjaard, die paast, ik kan die Pierre is goed hebben, maar dat lukt niet. Pierre pakt hier zijn boot af, die kapitein doet, en hij mocht dus Lambert Klaas zijn, onthaaf de naam, kapitein van die boot. Hè. Want ik kan niet kapitein en vooral die boten zijn dat hem inpikt. Hè. Dan een beetje verder gaat hem met een list ook nog een vesting kunnen inpakken. Hè. Een vesting. En niet dat hem daar gaat wonen. Hè. Maar je ziet dat deze, ze pikken daar alles, ze eten alles op. En, zie je hier, dat is juist, dat is een oppeke. Een oppeke. Een aapje in het mooie Vlaams. En dat oppeke, dat is eigenlijk de vriend van, dat is die enige vriend van Pierre de Schomer. Dat gebeurt niet erg mee, maar ik moet zeker niet alles vertellen, dat je dan ook nog eens het kunt lezen. Hè. Dan, die vesting had hem dus gepakt, dat was maar een klein boot, want die verdeelt dan die boot, maar die Lambertzoon, die kapitein, die Klaaszoon, die was niet zo heel content met dat bedje dat hij maar krijgt, samen met nog een bottelier. Dat is waarschijnlijk een die dat voor de drank zorgt. In die boek is dat serieus een dikke. Dan, die Hollanders sturen dus, ik heb het al gezegd, de storen erop af. De storen, dat was een bijnaam van dus die Robert Jansson van Ippendam. En met trouwboten, naar die Pierre de Schomer, voor die dus te kunnen vangen. Zo komen dan ook nog eens nog de vliegende Hollander ergens tegen in een storm. Ja, die moeten ze er ook altijd ergens inbrengen. En dan begint er ergens in een boek. En dan komen ze terecht in Beurlingen. Ja. Dus ze zijn aan het vechten. Dan komen ze met dat schip dat vergaai af. En ze komen bij Inbeurlingen. Die Inbeurlingen die proberen dan ook natuurlijk eten kunnen vangen van die mannen. Dat wordt gevoegd en gedaan. Pas op, het is altijd niet even gemakkelijk om te volgen. Hè? Want je krijgt een straat met de Spanjaarden, een straat met de Inbeurlingen. Allee, dat daaf niet op. Maar op het westen, zo ergens op het draakwart van een boek, komen ze terecht in Peru. Ja, ineens zitten ze dus aan de kusten van Peru. En daar komen ze dus met de Incas in contact. Hè? Maar die Robert... Wacht, zijn naam, ik zie het juist zeggen. Die Robert Jansson, die zit nog altijd achter die piraat aan. Hè? Die probeert die dus nog altijd te vangen. Maar die piraat die is zo slim om die Inca's te doen geloven dat die Robert Jansson uilen allemaal komt doodroeien. Ja, en die geloven dat zodanig dat die Robert Jansson, die Hollandse kapitein, vuil werken. Dat doppeke, dat gebeurde het mee. Ik zeg het, dat had ik al gezegd, dat ik niet ging zeggen. Maar die piraat krijgt van die inbeurlingen, kinder, van die Inca's eigenlijk, heel veel goud als ze hem met huilen mee doen. Als ze hem dus die Jansson kan verjagen. Dat goud, dat gaat hem verstoppen, want dat wil hij voor hem alleen. Dan komt er ook nog een motor aan van die ene kapitein dat vindt dat hem niet genoeg had. Hè. Zeg het, in dat boekje van Onderbloren, dat stap het verdekkende verhaal in, dat je kunt over 500 bladeren uittrekken. Maar goed, dat gebeurt daar allemaal in. Helemaal op het einde gaat hem dan op zoek naar die schat dat verstopt is. Dat gebeurt met een steen dat daarop valt, maar ik zeg het, kunnen we allemaal niet vertellen. En dan komt hem ook nog in een gevecht met een hele grote linkvis. Want je zult dat zien later, in die boeken,
komen er ook vieze beesten in en is het niet altijd allemaal gezeten is, want vechten met zo'n inktvis. En kan het ook wel gebeuren dat er zo wat speciaal dingen in komen. Maar dat heeft te maken met pilletje, maar dat kan ik nou nog allemaal niet vertellen, hè, want dan kan hem dus door de tijd gaan. Goed, ah, wel, ik moet al zeggen, mannen, het loopt allemaal nog goed af, want je ziet op tenden zit hem dan met zo'n hond in de boot. En dat is, ja, zeg het, hè. Je hebt er veel geld en dat waar. Dan moet je er rust van zijn. Hè. En degene dat dat nog niet hebben of nog niet bijgaven hebben, dat is eigenlijk de beste serie dat je kunt pasen. Weet je waarom? Die komen maar eens op de zoveel munt met trouwboekjes uit. Dan kun je voor portemonnee er een beetje een regelen. Hè. Zodanig dat als die alle in de 40 uitgekomen zijn, dan vulde dat zo wat niet. Als je die allemaal gelijk moet kopen. Goed? Allee. Veel plezier met de tweede deal. Het was een beetje, ja, daarin verteld misschien, maar lees het en je gaat er veel plezier aan blijven. Tot de volgende keer.